Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking vallen buien. Het zijn talrijke buien, het is soms wel even droog, maar een paar minuten later begint het dan opnieuw te regenen. Kan ook een klap weer bij zitten. In het oosten en zuidoosten is het de eerste uren nog wel droog, en daar komen de buien later vanochtend en dan is het vanmiddag overal wisselvallig weer. Heel af en toe breekt de zon door en dan kan het 17 graden worden en anders is het 14 tot 16 graden. Er waait ook nog eens een stevige wind aan zeewindkracht 6, later vanavond kan die langs de Noordkust windkracht 7 worden. Het aantal buien neemt vanavond overigens wel langzaam af en er komen ook wat meer opklaringen. Morgen trekt er een nieuwe buienzone over het land, maar er zijn langere droge perioden dan vandaag en de zon zal ook vaker schijnen. De wind blijft wel stevig waaien en het wordt opnieuw 16 à 17 graden. Zondag neemt het aantal buien verder af, de wind wordt iets rustiger, maar echt beter weer is het nog niet. Dat krijgen we geleidelijk na het weekend, maandag nog een enkel buitje en vanaf dinsdag waarschijnlijk droog weer. En later in de week kan de temperatuur dan omhoog weer richting de 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.